kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is een programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus, India reikt Suriname helpende hand in herschikkingsschulden. RUMAS en overheid reiken handvaten aan alleenstaande moeders. President Santokki ingenomen met samenwerking Amerikaanse vicepresident en Caribische leiders. En Henry Frans de Ziel Stichting organiseert schrijfwedstrijd in verband met 160 jaar Kitty Kotti. In de afgelopen jaren zijn er te veel leningen na elkaar genomen, zonder dat werd nagedacht hoe die terug te betalen. De regering wil echter het imago van Suriname als betrouwbaar land hoog houden door de plicht tot terugbetalen na te komen. Minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning legt evenwel uit dat dit een druk legt op 's lands begroting. Tegelijkertijd moet er ook naar de eigen samenleving worden omgekeken. Schuldherschikking, wat is schuldherschikking? Schuldherschikking is dat we een heleboel schulden hebben gemaakt, dat we niet in staat zijn om ze te betalen zoals die overeengekomen zijn. Er zijn gewoon veel te veel schulden achter elkaar genomen, zonder goed na te denken hoe we die zouden terugbetalen. En met die herschikking zijn we met degene bij wie we de schulden hebben, zijn we aan het praten om die betaling in een rustiger tempo te doen, op een rustigere manier, zodat we en de schulden kunnen betalen en we tegelijkertijd ons land in gang kunnen houden. Dat we ziekenhuizen kunnen blijven betalen, dat we scholengeld kunnen blijven geven. We merken allemaal dat het niet makkelijk gaat, maar dat komt ook omdat al die schulden heel erg drukken op ons land. En als we het zouden laten zoals dat was, zouden we het nog veel moeilijker hebben dan het is. Door de schuldherschikking schuiven we de schulden iets meer op naar de toekomst. We praten met de schuldeisers, kan je ook iets aan de rente doen. En dat gebeurt in veel gevallen. En dat helpt ons om, één, onze verplichtingen te blijven nakomen, want dat willen we als betrouwbaar land blijven doen. Dat we schulden genomen gaan ze blijven betalen. Maar de andere kant is ook dat je terwijl je je schulden betaalt, niet zodanig dat doet dat er geen ruimte meer is om je eigen bevolking te blijven voeden en de gezondheidszorg en alle faciliteiten die daarbij nodig zijn om die te blijven doen. En die schuldherschikking is dan dus heel erg belangrijk. De schulden van Suriname, we weten dat die schulden in de situatie een hele complexe vraagstuk heeft hier wat schulden. Kunt u aangeven hoe die eigenlijk eruit die voorzien vanaf eigenlijk de regering is aangetreden? We vaak ook de president zeggen wat we hebben aangetroffen. Kunt u een beeld geven van die hele schulden, dat hele schuldenvraagstuk? Er zijn enorm veel schulden aangetroffen. Zowel binnenlandse als buitenlandse schulden. En de buitenlandse schulden lopen vrijwel allemaal in vreemde valuta. Nog allemaal. Buitenlandse schulden lopen allemaal in vreemde valuta. De binnenlandse schulden lopen voor een belangrijk deel in SFD, maar ook een deel van de binnenlandse schulden loopt in vreemde valuta. En een grote schuldeiser in het binnenland is de Centrale Bank van Suriname. Er is heel veel geld geleend bij de Centrale Bank. Bij de buitenlandse schuldeisers, daar zijn de IDB, de Islamic Development Bank, daar zijn goede afspraken mee. Maar de schuldeisers die goed in het oog liepen, vooral waren de Oppenheimer bondholders. Maar daar hebben we twee maanden geleden een principeovereenkomst mee bereikt. En die overeenkomst wordt ook getekend om die te herschikken. Er waren schuldeisers in Europa, Italië, Frankrijk. India is een schuldeiser. India hebben we kort geleden, rondom het bezoek van de Indiaanse president, een paar dagen geleden hebben we die schulden herschikt, gefinaliseerd. Er waren
een paar componenten, die schuld van $39 miljoen, die hebben we dus uitgesmeerd over een langere periode met een iets lagere rente en een vaste rente. Dus dat gaat ons ook helpen om meer lucht te krijgen voor de eigen begroting, zonder dat we wanbetaler worden. En de enige schuld die nu nog openstaat is met China. We zijn met China in goed overleg. De schuld met China is een stuk groter dan met India. India 39 miljoen, China 537 miljoen. Die moeten we herschikken. We hebben met China, zijn we in goede dialoog. En het blijkt in dit soort operaties, blijkt de technische kennis zoals we die heel goed hebben van ons bureau voor de staatsschuld onder leiding van mevrouw Dwarkasing, die helpt daar heel erg goed in om het technisch proces goed te doorlopen. Wat is de schuld? Hoe kun je hem herschikken? Hoe zorg je dat het in lijn is met de begroting? Hoe zorg je dat de afstemming met het IMF blijft gehouden worden, dat ook dat programma gesynchroniseerd blijft lopen? Maar je ziet heel vaak in dit soort situaties dat naast de technische expertise ook de politieke inzet nodig is. En die inzet is ook geweest. De Republiek India heeft Suriname in het herschikken van de $39 miljoen schuld bij de Export-Importbank de helpende hand geboden. Het Aziatisch land heeft namelijk ermee ingestemd om de variabele rentevoeten om te zetten in vaste rentevoeten. Dit helpt enorm, zegt Malti Dwarkasing. Zij is directeur van het Bureau voor de Staatsschuld. Ze gaat in gesprek met de communicatiedienst Suriname nader in op deze materie. Bij India hebben we eigenlijk twee typen schulden. Het zijn leningen. En onze crediteur is eigenlijk de Export-Importbank van India. En we hebben credit lines. En wat we noemen ook buyer credits. Bij die credit lines dan biedt India ons aan de gelegenheid om bij hun goederen aan te kopen. En in het verleden zijn er credit lines aangegaan, bijvoorbeeld voor het ministerie van Defensie, om helikopters aan te schaffen. Er is apparatuur gekocht voor bescherming van onze kustvlakte. Er is ook apparatuur aangekocht om voor pompgemalen, voor drainage en irrigatieprojecten van het ministerie van LVV. Dus deze leningen zijn eigenlijk ook hele oude leningen, deze letter of credits. Sommige dateren van 2004. En deze leningen zijn aangegaan voor een hele lange periode. De looptijd verschilt tussen de 30 en de 15 jaar. En de rente waartegen ze waren aangegaan was een variabele rentevoet, de LIBOR rentevoet en nog een marge. En de marges verschillen per lening. Het gaat tussen de 0,5% tot 2%. Dus op die LIBOR rentevoet moet je nog 0,5% rente gooien. Of 2%. Of tussen die 0,5% en 2%. En dan heb je dan een andere type schulden die we ook bij dezezelfde crediteur hebben. Wat we noemen de buyer's credit. Dat zijn, moeten we eigenlijk zien, zijn schulden die eigenlijk met de staatsgarantie zijn gegeven. En deze twee, het gaat eigenlijk om twee schulden, twee leningen, buyer credit leningen. En het principe werkt hetzelfde, want je kan ook goederen met de gelden kopen bij India. Oké, hoe zijn ze geherstructureerd? U weet, we hebben een probleem omdat we zoveel schulden moeten aflossen. En wanneer we herstructureren met onze crediteuren, vragen wij dat ze ons op dit moment de gelegenheid geven om op korte termijn weinig af te lossen, lagere rente te betalen. En al gaan we te zijn de tijd meer moeten betalen, zodat we nu een beetje verlichting krijgen op onze begroting. Dat we minder hoeven af te lossen op dit moment. De leningen, wat ook heel erg belangrijk is dat bij die herschikking, is dat die variabele rentevoet nu omgezet is in een vaste rentevoet. Dat is, waarom is het belangrijk? Omdat alle rentevoeten nu in de wereld bezig zijn te stijgen, die variabele rentevoeten. En dat brengt weer een stukje onzekerheid. En die
die variabele rentevoet, die omgezet is in een vaste rentevoet, biedt ons de gelegenheid om tot en met 2024 tegen 0,95% rente te betalen, heel laag. En na die periode om bij 1,90% rente te betalen op de schulden. Dus het geeft ons de gelegenheid om veel minder rente te betalen op dit moment. En we hebben de aflossingen ook uitgesteld, dat we nu niet aflossen. Maar dat we hebben een grace period van de letter of credit, is die grace period wat langer dan bij de buyer's credit. Maar dat we om en bij na 8-9 jaar pas gaan aflossen op de schuld. En dat biedt aan de overheid toch heel wat verlichting. We betalen dus veel minder op deze schulden dan we normaliter zouden betalen. Ik moet zeggen dat we zijn erg blij dat India ons daarin tegemoet is gekomen. En de deal die we eigenlijk met India hebben onderhandeld, is eigenlijk om en bij dezelfde deal die we hebben gehad van de Paris Club crediteur. En ook daar hebben we gevraagd om een vaste rentevoet, want de meeste schulden ook daar hadden betrekking aangegaan met een variabele rentevoet. En ook daar hebben we van die crediteur vaste rentevoet gehad. En dit hebben we ook dus aan India voorgelegd om ons ook daarmee te helpen. India is ons daarin tegemoet gekomen en we zijn dus dan erg blij. Het maakt het plannen van de aflossingen van onze schulden veel makkelijker. Het zorgt voor een stukje stabiliteit. Vooral hoe we zien dat die internationale rentevoeten aan het stijgen zijn. En het helpt ons dus enorm. Sterke vrouwen kiezen niet voor de slachtofferrol. Ze vinden zichzelf niet zielig en wijzen niet naar anderen. Sterke vrouwen gaan aan de slag. Met deze motiverende woorden van Ruma's voorzitter Emmy Hart is het project Kraka de Mama Funde Birtifu Paramaribo op zaterdag 10 juni van start gegaan op het terrein van de Openbare Nijverheidsschool aan de Cavaludestraat. 2 dagen lang zijn er handvaten aangereikt aan ruim 60 alleenstaande moeders om zich op een positieve manier te kunnen profileren binnen de samenleving. De naam zegt het al, alleenstaande moeders zijn moeders die geen partners hebben. Of misschien hebben ze één, maar die is niet in huis. En de bedoeling is dat we handvaten aanreiken aan deze moeders. Om dus het leven anders weer op te pakken. Het is niet makkelijk om alleen kinderen op te voeden. Dus, en we willen ook werken aan hun persoonlijke groei. Vandaar dat we niet wij... mevrouw Wijngaarden. En zij is met het initiatief gekomen en heeft het aan Ruma's. Zij werkt ook bij Ruma's en gevraagd aan Ruma's, willen jullie dit project voor ons draaien? Voor wijken in ontwikkeling. En wijken in ontwikkeling is van de president. En hij wil sterke gezinnen. En vandaar dat wij nu zeggen, we willen die vrouwen, die moeders sterk maken om het leven weer anders op te pakken. Ja, eigenlijk het geld. De financiën komen van bureau, gemeenschap, projecten. Dat is meneer Jaswan, is voorzitter, denk ik. En hij heeft ervoor gezorgd dat we dat geld hebben gekregen. We hebben al enkele projecten met het bureau gedaan. Vorig jaar hebben we vakantieschool gedaan. Voor 3 weken Flora, Land van Dijk en Quatta. En dit jaar hebben we alleenstaande moeders. En we zijn 3 maanden geleden helemaal op Atjoni. Zijn we bezig met die school, de MULO-school en de VOJ-school. We zijn daar de leerkrachten, leerlingen en de ouders aan het trainen. En we hebben nog een keer om te gaan voordat de examens beginnen. En we hebben in het verschiet weer een vakantieschool. En we hebben nog trainingen met gemeenschapprojecten. Omdat ze zijn met ons begonnen. En ze zeggen, we doen het goed. Dus ze gaan door met Ruma's. De US Caribbean Leaders Meeting,
een ontmoeting van CARICOM staatshoofden met vicepresident Kamala Harris van de Verenigde Staten van Amerika is succesvol geweest. Het betrof een vervolgbijeenkomst die ruim een jaar geleden geïnitieerd was in Los Angeles. Er zijn toen nieuwe initiatieven door de regering Biden gepresenteerd. Voor de CARICOM is er een speciaal programma ontwikkeld van samenwerking tussen Amerika en de CARICOM-lidstaten en de Dominicaanse Republiek. Wij voeren u terug naar een vraaggesprek met president Chandrika Persat Santokhi. Laat mij ook aangeven dat deze meeting een vervolgbijeenkomst is. Een bijeenkomst die in feite geïnitieerd geworden is ruim een jaar geleden in Amerika, Los Angeles, waar de Summit of the Americas gehouden werd met leiders van heel Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Caribisch gebied. En daarbij zijn er nieuwe initiatieven door de Biden-regering, met ook Kamala Harris als vicepresident geïnitieerd. Voor het Caribisch gebied is er een speciaal programma ontwikkeld van samenwerking tussen Amerika en de CARICOM-lidstaten met ook de Dominicaanse Republiek. En er waren thema's geïdentificeerd. Het waren zaken die in feite heel hoog op de agenda lagen van de Caribische landen. En dat is één, klimaatsverandering en de impact daarvan. Het Caribisch gebied, thermale landen met lage kustlijnen, zeewater stijgt, dus ze worden bedreigd. Tweede is namelijk dat het Caribisch gebied een ervaring heeft van dat ze door Amerikaanse financiële systemen in feite gedierisk worden. Dat wil zeggen, ze worden uitgesloten van toegang tot financieel kapitaalmarkt. Vanwege allerlei zaken te maken hebben met volgens hun compliance, maar soms andere zaken die in feite in het nadeel zijn van de Caribische gemeenschap. Dus wij willen ook dat op agenda hebben, die financial inclusion moet er zijn. En dan hadden we gekeken naar de wereld. En de wereld heeft voedsel nodig. Dus Caribisch gebied, Amerika. Ze kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van voedselzekerheid, food security. Natuurlijk waren er nog meer dingen op agenda, maar deze waren de uitgangsthema's waarover er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Nog belangrijker is geweest dat de president van Amerika, de vicepresident, mevrouw Kamala Harris, heeft aangewezen om vanuit White House te samenwerken met het Caribisch gebied te coördineren. En inmiddels heeft ze al vier meetings. Met deze meeting hier op Bahamas is haar vierde meeting met de Caribische leiders, soms groot, soms klein. En dat geeft al aan dat ze wel aan haar afspraken houdt. Van het is opgedragen door de president. Goede communicatie, goed programma. En tegen die achtergrond moet je dan ook zien dat de samenwerking, naarmate het verder uitgevoerd wordt, ook uitgebreid wordt. Omdat er meer dingen aan de orde komen tijdens die vergaderingen. En zo zie je hier dat de thema's veel meer waren dan finance, food security en climate change. De algemene veiligheid is gekomen. Vuurwapengeweld is er aan de orde gekomen. Heel belangrijk voor deze meeting was namelijk de allocatie van financiële middelen voor climate change, maar ook voor wat betreft de aanpak van de veiligheid in het Caribisch gebied. In
In verband met 160 jaar afschaffing van de slavernij organiseerde Henry Frans de Zielstichting in samenwerking met de subcommissie Kitty Kotti van de Nationale Commissie Jubileumjaar een schrijfwedstrijd voor leerlingen van het VOJ onderwijs. Op maandag 12 juli 2023 is het startsein van deze wedstrijd gegeven op de CR Verwijnschool. CDS sprak Siegmien Staphorst. Zij is ondervoorzitter van de subcommissie Kitty Kotti. Dus laat me beginnen bij de Nationale Commissie. De Nationale Commissie voor de jubilea in dit jaar. Want we hebben de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie, 160 jaar Kitty Kotti en 170 jaar Chinese immigratie. En de commissie die dit allemaal coördineert, dat is de Nationale Commissie voor de jubileumvieringen. En die staat onder leiding van de heer Jack Uden. En dan zijn er drie subcommissies. En dit project is van de subcommissie Kitty Kotti. En de subcommissie Kitty Kotti heeft in de loop der tijden, in voorbereiding tot dit jaar, dit jubileumjaar, een groot aantal organisaties benaderd om projecten in te dienen. En er zijn 22 projecten, eigenlijk zijn er meer ingediend, maar 22 zijn goedgekeurd door de Nationale Jubileumcommissie. En wij hebben erop gelet dat bij die 22 projecten er veel educatieve activiteiten zijn ook. En het allereerste project heeft betrekking op een educatieve activiteit. En jongeren die eigenlijk bij het geheel betrokken zullen worden. Waar het om gaat is dat wij heel graag vanuit de commissie willen dat jongeren ook zelf aan het werk gaan om informatie te verzamelen over hun verleden. Want zoals u weet hebben jongeren niet zoveel belangstelling. Ze zijn bezig met hun apps en dergelijke. En we hopen echt dat we met de projecten die we eigenlijk hebben uitgezet, dat we aan het einde van het jubileumjaar kunnen zeggen, oké, we hebben een goede stap gezet, maar het is niet voldoende, want we gaan dan gewoon doorgaan als organisaties. Omdat het niet alleen gaat om 160 jaar Kitty Kotti, het gaat erom dat je iets neerzet dat je kan vervolgen. En dat is het belangrijke. We beginnen dus met een opstelwedstrijd. En we hopen dat de jeugd zich heel erg inzet. Want het gaat erom dat zij gaan roeten in hun eigen verleden. En doordat ze veel gaan lezen, gaan ze ook meer weten. En ook meer belangstelling kweken. En als ze dat gedaan hebben, gaan ze ook oefenen om te schrijven. Want we hebben ook weinig mensen in Suriname die schrijven. Dus dat willen we dan ook vanaf de jongeren ontwikkelen. En als ze schrijven, gaan ze schrijven over, niet alleen over het verleden, maar ze gaan ook schrijven over natievorming. Hoe komen we tot één natie? En dit was het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot morgen.